Ja, goedemiddag. Welkom aan de familie, aan de vrienden, aan de collega's. Collega's van binnen Maastricht en ook van andere universiteiten. Heel welkom vandaag in Maastricht, hier in die aula in Maastricht. En ik geloof dat we ook nog online opnemen, dus ook mensen die online zijn, welkom om hier deel te nemen. Ik ben Thomas Kleij, ik ben de decaan van de Faculty of Science and Engineering. Dat is de faculteit waar dit onder valt. Ik ben vanmiddag de pro-rector en daarmee de vervanger van onze rector, professor Pamela Habibovic, die ook haar felicitaties stuurt. Ik zal dus vanmiddag deze zitting hier leiden en dus inderdaad vooral opletten dat alles netjes volgens de procedures loopt en dat Gerard niet te lang spreekt en we op tijd aan de borrel in de refter kunnen gaan beginnen. Het is me natuurlijk een groot genoegen om kort professor Gerard van Rooij, onze nieuwe hoogleraar plasmachemie, te mogen introduceren. Dit is zijn inauguratie vandaag en de titel is Uit evenwicht. We moeten ons dus allemaal goed vasthouden vanmiddag. En ik weet niet of dat voor deze presentatie geldt of voor de receptie en de feestelijkheden na afloop. Maar het zal dus wel een wilde boel gaan worden. Professor van Rooij zou eigenlijk al eerder zijn oratie gaan houden. Maar hij startte bij ons in 2020 al in Maastricht. Dus ik denk zo'n ruim 3 jaar geleden. Maar ja, COVID kwam er ook af en toe wat diagonaal doorheen. Volgens mij stond er zelfs op een moment een datum gepland. En toen werd dat zo van fysiek naar online, naar een beetje online. Met 2 mensen die in de zaal mochten zitten op 10 meter afstand. En uiteindelijk heeft Gerard toen gezegd van we wachten even tot het leven weer ietsje normaler is. En dat is mooi, want ja, u bent met heel veel hierheen gekomen en dat was toch minder mooi online geweest. Het was ook goed dat we wat langer hebben gewacht, omdat Gerard ook wat tijd nodig had om zijn lab op te zetten. Het is druk aan het verbouwen geweest. We hadden een oud DSM-lab tot ons beschikking gekregen. Daar moest toch wel veel aan gebeuren en soms ook wel erg veel aan gebeuren. Ja, ik hoop dat er misschien straks leuke plaatjes en zo komen. Maar dat was ook 2 jaar geleden niet mogelijk geweest. Hè? Dus er is ook van alles vertimmerd en gebeurd in die tijd. Dus een goed moment om nu eens de balans op te maken. En te kijken wat er allemaal gedaan wordt en hoe dat gedaan wordt. Aanvankelijk had ik begrepen dat de titel van de oratie zou zijn We cross the bridge, we cross that bridge when we get to it. Maar ik begrijp dat dat toch hem niet is geworden. Maar het is wel die mindset van professor van Rooij die ervoor heeft gezorgd dat er inderdaad hier een lab is ontstaan, dat hier een groep is ontstaan. Dat u ook met zoveel hierheen komt. Hè, dus dat er toch in hele korte tijd heel veel is opgebouwd. Heel veel zichtbaarheid in Nederland en ook daarbuiten voor het plasmaonderzoek in Maastricht. Want als u mij 4 jaar geleden had gevraagd over dit onderwerp, dan had ik gezegd van nee, dat is niet iets wat we in Maastricht doen. En ja, misschien hebben we ook geen plan om dat überhaupt te gaan doen. Ik denk dat misschien professor van Rooij ook zal vertellen dat het gebouw waar hij nu in zit eigenlijk al sinds 1940, dus 80 jaar op hem heeft zitten wachten. Want als je binnenkomt en voor diegenen van u die daar wel eens zijn geweest, dan hangt er een heel mooi historisch glasraam in de ingangshal uit de bouwdatum van het oude centrale lab van de staatsmijnen, waar het in is. En daar staat een mooie dame met plasma in de hand. Dus dat is toch een mooi punt om 80 jaar later opnieuw met dit soort chemie en natuurkunde aan de slag te gaan. Wat dat allemaal precies betekent, dat aan de slag gaan, dat laat ik aan professor van Rooij. Hij zal u meenemen in de wonderlijke wereld der plasma's. Maar ja, het is zeker dat zijn activiteiten die hij bij ons doet geweldig passen in onze beweging als faculteit richting een circulaire, duurzame toekomst. En dan vooral van de chemische industrie op de Chemelot-site waar dit lab plaatsvindt. Ik ken professor van Rooij natuurlijk alleen uit officiële gesprekken. Hè, de aanstelling, bouwvergaderingen, veel bouwvergaderingen, problemen over de bouw en andere zaken en wat onderzoekstrategie. Ik zou je natuurlijk nu ook een cv kunnen oplezen. Hè, zie je soms ook wel bij dit soort dingen, maar dat doe ik eigenlijk niet. Dat zijn allemaal mooie dingen in. Wat heeft gedaan, gestudeerd, diploma's heeft behaald, BKO en dat soort zaken. Maar dat kan je allemaal zelf opzoeken. Wat ik wel kan vertellen is dat hij graag
met de trein reist of in ieder geval geen grote fan van de auto is. Fantastische muziek speelt op zijn hobo. Thuis op zolder apparatuur bouwt. En een echte geweldige collega is om bij ons in de faculteit mee te werken. Altijd enthousiast, altijd positief. Wetenschappelijke topper, maar ook een teamplayer. Dus we zijn als faculteit heel erg trots dat hij heeft gekozen om zich bij ons in de faculteit te vestigen. Ik kende niet zo heel veel persoonlijke details, dus ik heb ook nog eens wat te raden gegaan bij wat collega's die hem ook uit zijn differtijd nog kenden, om toch te proberen wat meer de persoon achter Gerard te weten te komen. Dat maakte mij niet veel wijzer, hè? Want aan de ene kant hoor ik zo'n verhaal van dat hij soms geportretteerd wordt als een sportende superheld en alcoholvrij en allerlei andere hele gezonde, wilde, sportende dingen. En dan hoor ik ook weer verhalen van, een zakenlunch is een beetje weinig eten, dus er kan nog wel een tweede lunch bij en toch ook wel wat wilde feesten en andere dingen. Dus we hebben te maken met toch een beetje twee persoonlijkheden. En ik denk dat we vooral die tweede vanavond wel gaan zien. Dus een goede party, denk ik, gaat er wel komen. Maar goed, u bent hier niet om naar mij te luisteren. U bent hier voor professor Van Rooij. Ik zal hem niet proberen verder uit zijn evenwicht te brengen. Dus professor Van Rooij, the floor is yours. Meneer de pro-rector, zeer gewaardeerde collega's, beste familie en vrienden. Het zijn roerige tijden. Oorspronkelijk zou deze oratie plaats hebben gevonden op 2 december 2021, precies anderhalf jaar geleden. Ook toen zou ik u toespreken over evenwicht en over plasmachemie. Het was de tweede COVID-lockdown die een fysieke bijeenkomst verhinderde. Herinnert u het zich nog? Slechts 2 maanden later ging de samenleving weer open en begon de invasie in Oekraïne. In de tussentijd, vooral ook door deze specifieke gebeurtenissen, is mijn perspectief op evenwicht, op plasmachemie en op de maatschappelijke context sterk veranderd. In dat licht bezien was het goed dat ik nog anderhalf jaar kon wachten en de stand van zaken vandaag met u kan doornemen. Before I will get into any detail of equilibrium and plasma chemistry, a general notice on the language of this lecture. Most will be in Dutch, as was announced. That aligns my wish to address, to reach out to Dutch society at large. Of course, I do realize that Dutch society is not monolingual. Maastricht University is a bilingual university, and I expect that more than 10 different mother tongues be present, represented today in this room. Hence, a compromise. I will switch to English for the more scientific parts of the speech, and slides in English will serve as a surtitle, as entertainment during the narrative when I talk in Dutch. De energietransitie als realiteit. Mijn wetenschappelijke werk werd de afgelopen 20 jaar gedreven door de energietransitie. Sinds mijn komst naar Maastricht is daar het perspectief van de materialentransitie bijgekomen. Daarover later meer. Om u alvast gerust te stellen, dit betoog is niet nageestig of activistisch bedoeld. Zo zijn er wel degelijk hoopgevende successen te melden. Bijvoorbeeld, het wordt inmiddels alom erkend dat het klimaat verandert. Dat antropogene emissies van broeikasgassen de voornaamste oorzaak zijn en dat verstrekkende gevolgen voor natuur en samenleving het gevolg zijn. Wat dat betreft is het akkoord van Parijs een klinkende mijlpaal. Bijvoorbeeld, de samenleving spant zich allengs meer in om maatregels te nemen of te laten nemen, met Greta Thunberg als een vreedzame personificatie ervan. Bijvoorbeeld, primaire energieconsumptie in Nederland is met 10% afgenomen ten opzichte van 20 jaar geleden. Bijvoorbeeld, duurzame energieproductie in Nederland is ruim vertienvoudigd ten opzichte van 20 jaar geleden. Met negatieve elektriciteitsprijzen in april van dit jaar als onderstreping van de absolute significantie van de 50 terawattuur totale capaciteit. Tegelijkertijd beseft waarschijnlijk in ieder hier dat de energietransitie nog in haar kinderschoenen staat. Dat de oorspronkelijke doelstellingen van Parijs op de tocht staan. Dat de successen in bijvoorbeeld Nederland en Europa niet de mondiale situatie weergeven. Hoe groot de uitdaging nog steeds is, wordt doorgaans uitgedrukt in gigawatts of zelfs in terawatts. Voor mijzelf zijn deze getallen onwerkelijk en helpt in vertaling naar een menselijke maat. Mijn menselijke maat is eten. En ik neem gemakshalve de 2500 kilocalorieën per dag die wordt aanbevolen voor een volwassen man als een uitgangspunt.
Als ik dat vergelijk met het elektriciteitsverbruik van ons huishouden, is dat van eenzelfde orde grootte. De zonnepanelen van ons huis produceren gemiddeld over het jaar bijna 5000 kilocal per dag en dekken daarmee ons jaarlijks verbruik. Verwarmen doen wij nog met gas, met pakweg 35.000 kilocalorieën per dag gemiddeld. We wonen in een oud huis. Het is zeker mogelijk om ook dit verbruik op huiselijke schaal te verduurzamen. Isoleren, een warmtepomp en zonnepanelen in de tuin zou ons energie neutraal kunnen maken. We hebben dit nog even uitgesteld wegens de pijn van de forse investeringen en het verlies van de tuin. Nu naar het totaalbeeld, mijn werkelijke persoonlijke energieverbruik. Daarvoor heb ik de gemiddelde primaire energieconsumptie per capita per dag in Nederland opgezocht en die is stevig groter. 130.000 kilocal per dag. Het verschil zit hem in vervoer, in de energiesector, in landbouw, in dienstverlening, in industriële activiteiten. Kortom, het verschil zit hem in onze welvaart. We kunnen dit ook omgekeerd bekijken. We verbruiken energie om geld te verdienen. Wij doen dat best efficiënt en verbruiken 1 kilowatt om 1 dollar te verdienen. Het kost geld als we daarbij geen CO2 willen uitstoten. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat duurzaamheid ten koste gaat van economische welvaart. Mijn persoonlijke energiebalans leert dat het verduurzamen van ons primaire elektriciteitsverbruik relatief gemakkelijk is. Maar dan zijn we er dus nog niet. Ook op mondiaal niveau is dat minder dan 20% van de totale consumptie. Om de overige ruim 80% te verduurzamen moeten we meer moeite doen. En daarbij hoeven we ons niet rijk te rekenen dat met bio ons uit de brand gaat helpen. Immers, we moeten mondiaal reeds ons best doen om alle monden met 2.500 kilocalorieën te voeden middels de beschikbare vruchtbare landbouwgrond. Daar blijft niet genoeg ruimte over om ons ook te voorzien in onze enorme energiebehoeften. In plaats daarvan dienen we fossiele processen te herzien zodat ze net zo rendabel met duurzame elektriciteit uitgevoerd worden. Dat noemen we elektrificeren. En we zullen nieuwe processen moeten uitvinden zodat we onze grondstoffen of brandstoffen uit ons afval kunnen halen. Wederom met behulp van duurzame elektriciteit. Dat noemen we circulariteit. We hebben het dan over recycleren van producten, over afvalbiomassa en misschien wel over CO2 uit de lucht halen en daar weer brandstof van maken. We hebben het dan over elektrische energie omzetten in andere vormen van energie, bijvoorbeeld in potentiële energie van moleculen. Energieconversie is essentieel voor de transitie. Laat ik even dieper ingaan op het concept van CO2 uit de lucht halen. Per slot van rekening hebben wij de afgelopen 10 jaar uitgebreid onderzoek gedaan hoe deze CO2 stuk te maken is met behulp van plasmachemie. Met resulterende CO kun je methanol of grotere brandstofmoleculen synthetiseren. Dat is een fantastisch concept. De methanol kun je gebruiken als grondstof voor de chemische industrie. De brandstof kun je vliegtuigen mee laten vliegen. Die vliegen dan eigenlijk op groene elektriciteit. Bovendien zijn deze moleculen gemakkelijk te transporteren. We kunnen dus groene elektriciteit produceren op plekken in de wereld waar zon en wind volop aanwezig zijn en ruimte niet schaars is. Op die plek de groene moleculen synthetiseren en deze per schip of pijpleiding naar de gebruiker vervoeren. Conceptueel lijkt het erg op hoe we momenteel te werk gaan met fossiele grondstoffen. Op de korte termijn ligt het grote belang van energieconversie in het oplossen van het zogenaamde intermittentieprobleem. De zon schijnt overdag en meer in de zomer. De wind waait niet altijd. Bij dit beeld maken we ons van nature zorgen of de duurzame energie wel beschikbaar is wanneer we deze nodig hebben. Hoe zetten we 's avonds wanneer het donker is onze thee? Hoe verwarmen we onze huizen, bedrijven onze industriële processen in die eerste 2 weken van december wanneer de hemel bewolkt is en het volledig windstil is? Zeker, dat zijn terechte zorgen. Maar wat mij betreft pas relevant richting het einde van de transitie. Veel urgenter is de vraag hoe waarde te creëren op de momenten dat bij sterke wind ook de zon volop schijnt. Zoals het geval was in april hier in Nederland toen elektriciteitsprijzen negatief werden. Dat zal steeds vaker voorkomen naarmate er meer zon- en windcapaciteit geïnstalleerd wordt. En op deze manier zal de terugverdiencapaciteit verminderen, zodat uiteindelijk, ver voordat de transitie een succes is, installatie van nieuwe capaciteit stokt. Aanvankelijk is dat op te lossen met zogenaamde smart grids, waarbij we batterijcapaciteit van elektrische auto's gebruiken. Maar een stap verder zullen we na moeten denken over hoe we delen van onze huidige 24 uur per dag, 7 dagen per week productiesystemen omvormen naar fluctuerende bedrijfsvoering. Moeten we nadenken over waar in de keten we waarde in welke vorm gaan opslaan.
En het is mijn overtuiging dat plasmachemie juist hier een unieke rol kan vervullen. Wat houden we ons nog tegen? Gerard, we moeten gewoon stoppen met CO2 uit te stoten. En dat kan gewoon. Inderdaad, technisch is op dit gebied al een heleboel mogelijk. Waarom het nog niet gebeurt? Allereerst omdat het moeilijk concurreren is met de beschikbaarheid van goedkope fossiele energie. Een vat ruwe olie in Saoedi-Arabië wordt gewonnen voor $10. En is goed voor 10 dagen van mijn persoonlijk verbruik. Duurzame elektriciteit wordt steeds goedkoper, maar tegen deze kostprijs blijft het moeilijk concurreren. Daarbovenop worden we geconfronteerd met harde thermodynamische grenzen wanneer we elektrische energie confronteren. Een leerzaam rekenvoorbeeld gaat over duurzaam autorijden. Laten we voor elektrisch rijden aannemen dat je 5 kilometer kunt afleggen met 1 kilowattuur. Je kunt deze kilowattuur ook eerst omzetten in waterstof en vervolgens gebruiken in een waterstofauto. En blijven dan nog maar 2 kilometer over. Als je ervoor kiest om nog een stap verder te gaan en er een duurzame synthetische brandstof van te maken, een e-fuel, die je gebruikt in je conventionele brandstofauto, dan blijft er nog slechts 1 kilometer per kilowattuur over. Deze getallen volgen uit onweerlegbare thermodynamica, waarbij al in voorschot is genomen op technologische ontwikkeling die efficiëntie en kosten hebben geoptimaliseerd. De prijs van de kilowattuur blijft onder al deze omstandigheden dezelfde. E-fuel rijden is dus 5 keer duurder. Erger nog, ook het klimaat is verliezer bij e-fuel rijden. Zolang duurzame elektriciteit nog schaars is, kost e-fuel rijden het klimaat 4 kilometer per kilowattuur en waterstof rijden 3 kilometer per kilowattuur. Bij het huidige aandeel van groene stroom in de elektriciteitsmix is elektrisch rijden net beter vergeleken met fossiele brandstof. Waterstof en e-fuels verhogen volgens nog de CO2-uitstoot, verergeren de klimaatproblematiek. Anders uitgelegd, bij hergebruik van CO2 zit de klimaatwinst niet erin of we dat CO2-molecuul nu 2, 3 of 100 keer opnieuw gebruiken. Sterker nog, dat moeten we ergens vandaan halen, wellicht uit de atmosfeer. Dat kost energie en heeft daarmee een CO2-footprint. Nee, de klimaatwinst zit in het vergroten van de inzet van duurzame energie. Door het toepasbaar te maken in andere sectoren, bijvoorbeeld middels CO2-hergebruik. En zolang duurzame energie schaars is, moeten we goed nadenken wat we ermee doen. Op ieder moment moeten we zoveel mogelijk CO2-uitstoot voorkomen om zoveel mogelijk de klimaatverandering te vertragen. Iedere nieuwe groene kilowattuur die ingezet wordt om in huis te verwarmen met een warmtepomp dat eerder verwarmd werd met olie, gestookte ketel, bespaart ruim een kilo CO2. Iedere groene kilowattuur die we via synthetische e-fuel gebruiken in een brandstofauto, slechts 160 gram. Kortom, een groen koolstofatoom is geen excuus voor verspilling, maar geeft verantwoordelijkheid voor efficiëntie. Deze verantwoordelijkheid wordt niet altijd bereikt met CO2-belasting of duurzaamheidssubsidie. Misschien is het tijd voor statiegeld op koolstof. De nieuwe realiteit sinds COVID en Oekraïne. Tot dusver heb ik een beeld geschetst waaruit vanuit een klimaatperspectief. Een perspectief waarin offers gevraagd worden, een dat hier en daar pijn zal doen. Een waarvan de vruchten pas verder in de toekomst, pas door generaties ver na ons geplukt gaan worden. Zeespiegelstijging gaat met meters per 100 jaar. Scenario's waarin de Noordzeekust neerstrijkt in het Roergebied zullen millennia in beslag nemen. Deze zal daar vervolgens wel honderdduizenden jaren blijven liggen. Het ontbreken van gevolgen, dan wel beloningen op de korte termijn, maakt het ontegenzeggelijk moeilijk om over de volle breedte van de samenleving steun voor investeringen in een energietransitie te vinden. Zonder een breed maatschappelijk draagvlak zal ook politieke draadkracht blijven haperen en voordat we het ons beseffen blijft de energietransitie halfslachtig voortmodderen. Even terug in de geschiedenis. Waarom was het ook alweer dat het ons hier in Nederland zo goed gaat? De industriële revolutie kon zich in ons land zo voorspoedig voltrekken dankzij de beschikbaarheid van steenkool. Tegen de tijd dat voor dezelfde prijs heel praktisch olie en gas beschikbaar kwamen, hadden we een infrastructurele voorsprong opgebouwd die ons probleemloos liet overschakelen. Nederland heeft daar bovenop jaren kunnen profiteren van goedkoop gas, waarmee het haar economie extra kon voeden. COVID en Oekraïne onderstrepen dat onze huidige afhankelijke positie nadelen heeft. Af en toe is het toch wel handig als we zelf een mondkapje kunnen produceren. Af en toe is het toch wel fijn als we een zekere mate van onafhankelijkheid hebben ten aanzien van onze energietoevoer. Zon, wind en ons afval lijken ideale ingrediënten om op terug te vallen. De enige die ons resten wanneer andere natuurlijke voorraden uitgeput dan wel buiten ons bereik liggen. En beloningen of stimulans hiervoor
liggen veel dichterbij dan voor het klimaat het geval lijkt te zijn. Welk beleid, of welk beeld of met motivatie of tijdschaal we ook nemen, als we uitzoomen, komen we uit bij een beeld dat ik 20 jaar geleden heb meegekregen uit de Fusion Roadshow van het Instituut voor Plasma Fysica Renhuizen, de voorloper van DIFFER. Op deze schaal gezien faseren fossiele grondstoffen net zo snel weer uit als ze ooit in gebruik zijn genomen. Zoals ik al begon, het zijn roerige tijden, tijden van grote veranderingen, tijden waarin aarde en samenlevingen uit evenwicht zijn. Mijn werk zal die problemen niet oplossen, het evenwicht niet herstellen. Het enige dat binnen mijn macht ligt, is een betekenisvolle bijdrage leveren aan een nieuwe technologieoptie. Concreet werken wij aan plasmatechnologie als middel om duurzame energie breder inzetbaar te maken. Het is aan de samenleving om met alle opties die haar geboden worden het evenwicht te herstellen. Plasma chemistry for energy conversion. It's time to move to more from the societal impact considerations to science and technology of plasma chemistry for energy conversion, the subject of my chair. Plasma is ionized gas and is everywhere around us. We plasma scientists like to emphasize that more than 99% of the visible universe consists of plasma. For example, the sun and the solar winds are plasma systems, and so are planetary nebula. Plasma exists in interstellar, in intergalactic space. Also closer to Earth, it is not at all a rare phenomenon. It naturally causes lightning, and it develops during daytime in the ionosphere. Humans make it intentionally for material processing, light generation, controlled thermonuclear nuclear fusion, and last but not least, for gas conversion. Plasma forms upon heating of a substance to high, yes, very high temperatures. At these high temperatures, matter is atomized and the atoms collide so intensely that electrons are liberated and form a free electron gas. In this case, atoms and electrons have the same temperature, which means that we deal with equilibrium plasma. We can also generate plasma by intensifying ionization processes, by specifically heating the temperature of the electrons far above the temperature of the atoms and molecules in the gas. This is how we do it in the laboratory. In our case, electrons reach temperatures over 10,000 degrees, while the atoms and molecules remain at temperatures well below that. We call this non-equilibrium plasma. In fact, we utilize the free electrons as energy transfer medium. These electrons receive energy from externally applied electric fields powered by sustainable energy and transferred via collisions to the feedstock of the desired chemical reaction. Interesting to notice that the mass of the electrons is small in comparison to the mass of, for example, a CO2 molecule. It is as if ping pong balls are colliding with bowling balls, which does not change the motion of the bowling balls. In other words, direct momentum transfer is negligible, and all energy transfer goes via quantum mechanical interactions. In fact, the dominant energy transfer mechanism is via acceptation of CO2 vibrations. Consequently, all degrees of freedom in the system can have different temperatures, the ultimate out of equilibrium to which the title of the speech refers. Our ambition is to utilize these out-of-equilibrium conditions to obtain conversion performance that is far beyond what is possible in thermal systems. Plasma technologie als unieke optie voor de transitie. Ik ben plasmawetenschapper, dus het zal geen verrassing zijn dat ik waarde van plasma technologie voor de energietransitie zie. Voor de samenleving is dat helemaal niet evident. Deze weet nauwelijks van het bestaan van plasma en zal enkel geïnteresseerd zijn en erom vragen als het aantrekkelijke, maar ook unieke eigenschappen heeft. Goed nieuws voor mij en hopelijk ook voor de samenleving, dat blijkt zeker het geval te zijn. Ten eerste, plasma heeft een extreem hoge energiedichtheid. Hierdoor kan het heel snel opwarmen en heel hoge reactortemperaturen bereiken. Het maakt chemische reacties mogelijk die erg moeilijk zijn in conventionele ovens. Bovendien zijn plasmareactoren hierdoor compact. We kunnen het ons voorstellen dat een plasmafabriek in de mast van een windturbine op zee past, lokaal grondstoffen maakt die we periodiek per schip komen afhalen. Ten tweede schakelt het plasma zeer snel en gemakkelijk aan en uit. Dat is ideaal om te kunnen reageren op de fluctuerende beschikbaarheid van duurzame energieopwekking. Ten derde zijn de investeringskosten zeer laag. In wezen gebruiken we de magnetron die voor slechts €50 per kilowatt te koop is op de hoek van de straat. Door de lage kapitaalkosten van een plasmareactor kunnen we het ons veroorloven deze uit te laten staan als de zon niet schijnt. The promise of ultimate efficiency in CO2 splitting.
We started our research on plasma splitting of CO2 about 10 years ago. The inspiration was former Soviet Union work from the early 80s that reported over 80% energy efficiency for the process. That's an encouraging number. It is better than what water splitting delivers and much better than the 50% that splitting of CO2 under thermodynamic equilibrium circumstances gives. Meanwhile, many groups have unsuccessfully attempted to reproduce these results, and so did we. We got close to the 50% equilibrium limit, which I still find a reason for suspicion there is more at play than simple equilibrium chemistry. After all, we achieved that performance already without having much experience or wisdom on the equipment that we used, on the characteristics of the plasma, on the balances of power and particles. Simply playing with the experimental knobs gave us 50%. Therefore, it still feels as an approach that carries opportunities of the out of equilibrium and thus may advance beyond the potentials of traditional thermal chemistry. The Soviet results have always been explained by an out of equilibrium effect Poisson. It starts with the earlier notion that electrons pass energy to CO2 molecules via excitation. It appears that this excitation of vibrations is most prominent. CO2 molecules have three modes to vibrate, and I visualize them once more, as I know that some of you like to see that. Regard my head as the carbon atom, my hands, I'm preaching, as the oxygen atoms. The molecule has a low energy bending mode, a high energy symmetric stretch, or a higher energy symmetric stretch mode, and a high energy asymmetric mode. And you can already see that this latter mode tends to move at every turn of the oxygen atom further away from the carbon atom. Indeed, this mode is the lowest energy pathway to splitting of the molecule, and we visualize this as a pathway, this pathway as a ladder of vibrational levels reaching the dissociation limit. Quantum mechanics makes it a ladder of discrete steps. Molecules exchange vibrational energy in collisions, which spreads the energy received from the electrons over the entire ladder. Peculiar effect is that it tends to remain within this asymmetric stretch mode rather than to end up in kinetic motion or other vibrational modes. That's a consequence of the large step size and remains true as long as the overall gas temperature remains low. The bottlenecks in energy transfer causes different temperatures for all species and modes in the system. For example, the electrons are still at 15,000 degrees, the asymmetric stretch vibrations at, let's say, 5,000 degrees, other vibrations, rotations, and translations were at the time believed to remain well below 1,000, preferably room temperature. It creates a picture in which all energy couples to the lowest energy path of splitting, in which we save energy by not heating all the other modes of the system. This picture has been explaining for many years the plasma stairway to 80% efficiency and the conversion of electric energy into heat of combustion of the CO molecule. Insight and local parameters are key to success. The key to success of our work at DIFFER on plasma splitting of CO2 is rooted in my earlier professional years that related to plasma physics for nuclear fusion. In that context, I learned how transport over the inherently steep gradients of plasma systems complicates the interpretation of the microscopic features. Insight and local details from advanced diagnostic tools is essential to understand and ultimately to control the overall performance. The tool that I learned is laser scattering. I took that tool with me from the fusion context to the field of gas conversion and started using it to characterize gas temperatures. What a surprise we found. The gas temperatures were much higher than expected when we were measuring our 50% conversion efficiencies. These were much too high to have the promised strong non-equilibrium in the vibrations. You can imagine how we had to readjust our research plan to the new reality, but it has put us immediately at the front line of the international field. We continued to refine the laser scattering methodology and arrived at a point that it provided anywhere in the plasma reactor the temperature and density of all species. The resulting maps revealed again important new insights. For example, flow was not simply uniform and sensitive to slight variations in the input parameters. For example, dominant transport occurred perpendicular to the flow around the plasma, intrinsically providing the required fast cooling of products. More important, we were able to infer a chemical out of equilibrium,
providing an additional pathway for CO2 splitting. A pathway that revises the interpretation of the thermal efficiency limit, increases it from 50% to perhaps 70%. So, perhaps the Soviet experiments were less wrong than many people started to presume. Let me try to sketch the picture of the chemical out of equilibrium in some more detail. Sorry, I cannot resist going into the details here, and I hope you bear with me for a minute. It starts with the thermodynamic equilibrium diagram of CO2. Raising the temperature of CO2 causes collisions between the molecules to become more and more energetic. And at some point, some of the collisions become so energetic that it causes the molecule to break, forming a CO molecule and an oxygen atom. Similarly, CO molecules may fragment into C and O atoms in even higher energy collisions. Temperature determines the average energy involved in the collisions and hence the concentrations of CO2, CO, and O. Considering the amount of CO formed, assuming subsequently the mixture cools down so fast that all back reactions are frozen, and relating this to the amount of energy required for the initial heating, yields the efficiency of the process. Our new insight resides in the concept that the oxygen atoms can react with CO2 in the cooling process to form extra CO and to improve the process. This happens especially if the atoms have traveled to colder regions that should not exist on basis of the local temperature. In that case, we have a local chemical non-equilibrium where reactions take place that otherwise would not occur. If all oxygen atoms were to produce additional dissociation, that traditional limit shifts to 70%. It goes without saying that we currently work on how to get there. Het bredere palet van duurzame grondstoffen. Na CO2 hebben wij plasmachemici nog twee andere favoriete moleculen. Dat zijn stikstof en methaan. Stikstof voor bijvoorbeeld kunstmest, methaan voor plastics. Ah, meneer Van Rooij, ziet u wel, dat is fossiele industrie. Wel, dat hangt van de context af. Een grote activiteit op het Chemelot chemiecluster is kraken van nafta, een oliederivaat, voor de productie van grondstoffen voor plastics. Hier komt ook heel veel methaan bij vrij. Methaan is als grondstof nergens voor te gebruiken. Eigenlijk kun je het alleen verbranden. Dat gebeurt dus ook. Het wordt toegevoegd aan het aardgas waarmee het proces verwarmd wordt. Er is veel aan gelegen om de CO2-footprint van kraken te verminderen en daarom zijn er diverse initiatieven om het proces te elektrificeren. Maar hoe zit het dan met de methaan? Inderdaad, daar ontstaat een serieus probleem. Deze methaan kan niet de atmosfeer in, want per koolstofatoom geeft het 10 keer meer broeikaseffect in vergelijking met CO2. Afwakkelen zou kunnen, maar dat doet het positieve effect van elektrificeren grotendeels weer teniet. Het goede nieuws is dat er een plasmaproces bestaat dat nuttige grondstof maakt uit methaan. En dat is het Hulsproces. Op deze manier kunnen we de koolstofefficiëntie in de cyclus verhogen. Het Hulsproces is ontwikkeld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en in Duitsland nog steeds een bedrijf op industriële schaal, 10 megawatt per plasmareactor. Onze ambitie is om het proces opnieuw uit te vinden, door te ontwikkelen naar de eisen van nu en met de mogelijkheden van nu. En een eerste analyse toonde aan dat het proces in de huidige context van elektrisch kraken economisch zou renderen en CO2 zou besparen. Deze analyse was mijn ticket naar Maastricht. Zeker, als er fossiele nafta de elektrische kraker ingaat, heeft de methaan die de plasmareactor ingaat ook een fossiele footprint. We moeten dus nadenken over alternatieve voeding voor de kraker. Dan valt te denken aan pyrolyseolie uit plastic recycling of aan biomassa. En als dat niet in voldoende mate voorhanden blijkt, rest ons enkel nog de CO2 uit de atmosfeer. Dit is een generiek grondstoffenvraagstuk van de materialentransitie naar circulaire grondstoffen en niet een specifiek plasmanadeel. The kinetics trick for selectivity. Methane chemistry is so challenging because the molecule is more stable than its reaction products. Heating methane yields no convenient precursors for the plastic industry, but provides in a multi-step process solid carbon and hydrogen. Unless you use the fast heating rates that are accessible in a plasma process. The Hulse process takes advantage of the different timescales in the consecutive reaction steps. The final step to solids is relatively slow. It takes milliseconds. Hulse heats and cools the methane by passing it in about a millisecond through plasma and produces acetylene instead of solid carbon.
Acetylene is a highly reactive molecule suitable as precursor for plastics. However, it's difficult to handle and energetically expensive. Our ambition is to go even faster than Hulse to stop the chemistry just before acetylene forms. If we manage, we produce directly ethylene. Ethylene is easy to handle. It's the commodity chemical that the industry is already used to, and it's thermodynamically only half the price in comparison with acetylene. A direct process from methane to ethylene would be a true game changer, representing an equivocal uniqueness provided by plasma. As said, we also like nitrogen, partly because non-equilibrium effects are more conceivable in nitrogen than CO2. More importantly, nitrogen chemistry presently involves ammonia production, which is energy intensive and with large carbon footprint. Just as for methane, a plasma process existed that can provide an alternative, the Birkeland-Eide process. It was invented in the 1900s and was operated in industrial scale at 3 megawatts per plasma reactor. Well, the slide says 750 kilowatts. I have to look up which is the number. It is essentially uses air to produce NOxes, energetically a much cheaper molecule than ammonia, and carrying for some purposes the same functionality. However, the process did not produce much NOx, so that the cost price cannot compete with fossil-based ammonia. We are about to start R&D into an advanced concept derived from Birkeland-Eide. Instead of feeding nitrogen and oxygen simultaneously to the plasma, we will activate pure nitrogen and add other reactants downstream. In effect, we create a strong chemical non-equilibrium with an excess of nitrogen atoms, similarly as for the oxygen atoms in the CO2 chemistry, which can produce much higher concentrations of NOx than in equilibrium. Key to success will be achieving sufficiently high cooling rates, again, a potential game changer provided with plasma. Opereren in een maatschappelijke context. Inmiddels zijn wij veilig geland op Brightlands Camelot campus in Geleen. Ons pliksplinternieuwe plasmalaboratorium is operationeel. Anderhalf jaar geleden ontstaken we het eerste plasma. Inmiddels verrichten we wetenschappelijk onderzoek. Staan er 3 experimenten, zijn er 2 in aanbouw. En dat doen wij niet alleen. We doen dat binnen Brightside, een samenwerking van onze universiteit met TNO, met Sitech als vertegenwoordiger van de lokale industrieën en met de Brightlands Camelot Campus. We staan letterlijk en figuurlijk te midden van onze Zuid-Limburgse proceschemie. Ik zeg hier nadrukkelijk onze industrie. De Zuid-Limburgse regio weet als geen ander hoe industrie en samenleving met elkaar verweven zijn. Menigeen haalt de vorige energietransitie aan als een voorbeeld van hoe snel en effectief zoiets kan. Toen schakelde onze samenleving heel effectief over van steenkool naar gas. Halverwege de jaren 60 begon dat en een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar. Overigens kanttekening, de aanvankelijke daling in steenkoolverbruik werd even later net zo vlug weer teniet gedaan. Maar goed, de Zuid-Limburgse regio ziet nog steeds de littekens van die transitie. Littekens op het gebied van leefbaarheid, van gebrek aan economisch perspectief waarbij werkloosheid wordt doorgegeven tussen generaties, van volksgezondheid. Het mogen duidelijk zijn dat de regio zich geen herhaling wenst ten gevolge van het wegvallen van het chemiecluster Camelot. Het is in ieders belang om alternatieven te ontwikkelen voor de fossiele energie en grondstoffen, om compensatie te ontwikkelen voor de activiteiten die niet te verduurzamen zijn. Het is deze context waarvoor en waardoor plasmachemie en ikzelf bij de Universiteit van Maastricht zijn geland. De maatschappelijke context waarbinnen wij werken aan de energietransitie reikt verder dan enkel het economische belang van de regio. Wij verzorgen ook onderwijs binnen het gloednieuwe bachelorprogramma Circular Engineering. Hier bereiden wij een nieuwe generatie technologen voor op de nieuwe werkelijkheid van duurzaam produceren. Een generatie technologen die niet slechts zonder met de ogen te knipperen verklaart dat een proces duurzaam is. Maar daar ook harde getallen aan kan verbinden en op grond daarvan keuzes kan maken die goed zijn voor klimaat en maatschappij. Omgekeerd is het deze nieuwe generatie aan wie we straks rekenschap afleggen over hoe we met onze grondstoffen en ons klimaat omgaan. We kijken daarbij de Greta Thunbergs van onze regio rechtstreeks in de ogen. Een derde aspect van maatschappelijke context is gedefinieerd door onze nauwe samenwerking met industriële partijen. We profiteren daarbij van een reality check met de dagelijkse praktijk van productie. Bijvoorbeeld dat elektriciteit nooit gratis zal zijn,
dat processen duurzaam en veilig moeten zijn, dat subsidies en belastingen ter vermindering van CO2-emissies een eerlijk speelveld moeten opleveren, dat het spectrum van belanghebbenden en hun individuele belangen divers en complex is en dat de interacties in het speelveld en wetenschap op zich vormen. Epiloog. Als we zo dicht bij de industrie staan, ook bij de fossiele industrie, zijn we dan nog wel onafhankelijk? Een terechte vraag die ons mag blijven stellen, en die wij onszelf blijven stellen en die mij aan de keukentafel wordt gesteld. Niet omdat ik hier aan twijfel, maar simpelweg om deze onafhankelijkheid te blijven bewaken en vrij van verdenking te houden. Het borgt dat de wetenschappelijke resultaten herleidbaar, betrouwbaar en van onberispelijke kwaliteit kunnen zijn. En zo behouden wij de vrijheid om het onderzoek te doen dat wij relevant achten. Ik stel me de grens tussen de academische wetenschap en de maatschappij voor als de karakteristieke markering van de Franse en Spaanse wegen. Helder als een stippenlijn naast een doorgetrokken lijn. Daarbij tracht ik geen onderscheid te maken tussen industrie, politiek of wie dan ook. Als wetenschapper wijs ik graag op consequenties van beleid of strategie. Mijn mening over beleid, welk beleid mijn voorkeur heeft, geef ik af in het stemhokje. Die is overigens niet geheim en zal ik graag met u delen, als burger, niet als wetenschapper. Wetenschap moet politieke keuzes inspireren, maar kan deze niet maken. Dank. Vandaag 3 jaar, 1 maand, 1 dag geleden kwam ik naar Maastricht. Als hoogleraar plasma chemie, hoofd van de afdeling Circular Chemical Engineering. Zoals Thomas al zei, deze afdeling had nog geen kantoren, geen laboratorium en dan vanaf dat moment 1 medewerker, het hoofd en ik. Inmiddels werken er 15 mensen binnen de afdeling aan plasma chemie in een gloednieuw laboratorium met gloednieuwe apparatuur. We doen dat in nauwe samenwerking met onze Brightside partners, waar nog eens zo'n 30 mensen bijdragen aan plasma R&D. En we groeien nog steeds, omdat plasma uniek is en omdat we een verschil willen maken. Wat een voorrecht om daar onderdeel van te zijn. Een voorrecht dat ik dank aan velen die mij vriendschap, collegialiteit, steun en kansen hebben gegeven. Let me start with acknowledging my present colleagues of the CCE department. A young and dynamic family of plasma and plastics. Paula, Tom, Tim, you made it possible to have first plasma a year after your arrival. Unbelievable. Kim, Carla, and all the others, our work thrives on your commitment and inspiration. Despite some growing pains, you have swiftly ramped up from building and commissioning to operations at the scientific forefront and are giving us already visibility. Thank you. Programma lijn 2 van Brightside, de plasmalijn. Dankzij jullie inzet en engineeringervaring creëren we een initiatief dat de rijkwijde van een universitaire groep ontstijgt. Aan het hoofd Hans Linde. Onvermoeibaar aan het werk om vanuit TNO de lijn te laten groeien. Vanaf het prille begin profiteer ik van de, ik probeer het nog eens, vasthoudendheid van Wilbert Derks. Thomas Kleij. Het was even wennen aan het idee van een plasmagroep in Maastricht. Vanaf het moment dat de kogel door de kerk was, heb je me volledige ruimte en vertrouwen gegeven. Jouw steun en de steun van jouw omgeving, Bakir, Daisy, Rob, Eva, Andrea, maakte de komst naar Maastricht in tijden van de eerste COVID-lockdown vanzelfsprekend en probleemloos. Brightside was mijn kruiwagen. Dankzij kwartiermaker Dick Koster stond ik vooraan toen de geboorte van Brightside in feit was en Maastricht nieuwe onderzoekslijnen ging scouten. Arnold Stocking, plasma-fan van het eerste uur, een warme Brightside welkom kon ik me niet wensen. En het was Ron Heren, ooit mijn co-promoter, die verantwoordelijk was voor het vonkje dat mijn komst naar Maastricht in gang zette. De plasmakennis die ik meeneem naar Maastricht kwam uit Eindhoven en Nieuw-Rijn. Eerst Rijnhuizen, later Differ, aangevuld vanuit TU Eindhoven. Tezamen ruim 20 jaar alweer. Nog eens 20 jaar was ook geen straf geweest. Met dank aan al mijn collega's daar door de loop der jaren. Mijn plasmakennis van het eerste uur heb ik geleerd van Daan Scham en Wim Goedheer. Warme herinneringen aan jullie geduld. Wetenschappelijke opvoeding dank ik aan Nick Loops Cardozo. Veel van mijn dagelijkse praktijk is ter geleiding naar jouw uitspraken. En Gerrit Kroeze, mijn aanstelling aan de TU, was jouw initiatief en heeft me zeer geholpen. Richard van de Zande, mijn succesvolle pad via de Solar Fuels, ben jij me voorgegaan. Mijn liefdevolle ouders, zus, familie,
vrienden. Vrienden uit het oosten van Ede, uit muzikale ontmoetingen, uit het verleden. Mooi dat jullie met zoveel hier zijn. Zoals zo vaak, wanneer ik bevestiging zoek, vreugde of verdriet wil delen. Heike, Myrthe, Otto. Ik besluit met jullie mijn liefde, mijn thuis. Dank voor jullie aandacht. Ik heb gezegd. Ja, dankjewel Gerard voor dat mooie verhaal. You have crossed the bridge now. Je bent er heel mooi. Dit brengt ons bijna bij het einde van dit officiële deel. We hebben heel veel geleerd vanmiddag. Zoals ik heb nog wat geleerd dat toch inderdaad die free electrons iets te maken hebben met de gratis energie die je krijgt in april als er heel veel zon en wind is. Dus dat is duidelijk de link in jouw plasmawerk. Hiermee komen we aan het einde. Dat betekent dat wij met het cortège als eerste straks de zaal verlaten en met Gerard naar buiten lopen. Dat betekent dat er ook ruimte is op de receptie om hem te feliciteren. Ik zie een hele volle aula hier. Dat betekent als u allemaal heel braaf in de rij gaat staan, dan wordt het een hele lange tijd om te wachten om hem een handje te mogen geven. Dus ik zou aanraden om toch al ietsje te rond te lopen en te kijken tot hij even vrij is om er dan in te schieten en niet allemaal in een hele lange rij te gaan staan. Maar dat is natuurlijk aan uw eigen keuze. Dus dit gezegd hebben we. Dank allemaal voor uw komst. Dank ook aan het cortège om hier aanwezig te zijn. En hierbij sluit ik deze academische zitting.